Dag burgemeester. Goedemiddag. Sandy Evraar van Meessen. Ik had u bijna niet herkend. Ja, het klopt. Er zijn nog mensen die me niet herkennen. Ik heb dus een kleine metamorfose ondergaan. Ik ben namelijk bijna een kleine 50 kilo afgevallen, dus 45,7 kilo. Mijn bedoeling is om 50 kilo af te vallen, dus mensen herkennen me niet altijd. Het is echt ongelooflijk, inderdaad. 50 kilo, dat is heel veel. Dat is een mens op zich. Daar komen wat attributen. Want we gaan ervan uit, burgemeester, dat u veel gesport hebt om dit te kunnen bereiken. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dus veel sporten, diëten, gezond leven. Dus dat is eigenlijk de motto om te kunnen vermageren en eigenlijk er goed en fit uit te zien natuurlijk. Daarvoor u op de grond ligt 40 kilo. Dus meer, ja, iets minder dan wat u bent afgevallen. Kunt u eens proberen dat op te heffen? Ja, dat zal ik even proberen. Benieuwd of dat lukt, want 40 kilo is echt niks. Ja, voilà, dat gaat nog vrij vlotjes in de hoogte zelfs en alles. Ja, dus voilà, dat is meer dan dat bent u kwijtgeraakt. Ja. Dat is echt lovenswaardig. U hebt dat, voor alle duidelijkheid, dus bereikt met sporten en ook met diëten. De combinatie van beide. Vertel eens. Ja, dus eigenlijk moet je denken, gezond denken en start je morgen eigenlijk met een goed gezond ontbijt. Probeer je de dag goed door te komen, 's middags ook een gezond middagmaal te nemen en eigenlijk in combinatie met sporten veel water drinken, maar natuurlijk moet je ook genieten van het leven, want als je niet geniet van het leven of niet kunt genieten, ja, lukt dat natuurlijk niet. Dus ik ben eigenlijk ook een levensgenieter, maar ik geniet van alle kleine zaken en mogen me rust geloven dat het diëten dat ik gevolgd heb of dat ik doe, dat het zeer, zeer aantrekkelijk is en dat je niks tekort komt, want ik voel me echt een twintiger met het ervaring van een vijftiger. Dus absoluut geen probleem. Kijk, beste van twee werelden, als dat niet ideaal is. Burgemeester, u hebt het kleinste stadje van het land onder u, Meessen, 1000 inwoners. U gaat er prat op dat u elke Meessenaar kent. Kent ook elke Meessenaar u? Ik bedoel, heeft iedereen uw gsm-nummer bijvoorbeeld? Die staat op de website van de stad Meessen. En op alle briefwisseling die nodig is, waarbij dat de bevolking mij moet kunnen bereiken, staat mijn gsm-nummer daarop. Dus ik denk het en ik hoop het dat iedereen mijn gsm-nummer heeft. Maar mocht dat niet zo zijn, dan kun je het zeker vragen naar de buurman of naar de overbuur. Die gaan wel mijn gsm-nummer hebben. Dus ik denk wel dat de meeste mensen, toch 90% van de mensen, hebben wel mijn gsm-nummer in Meessen. En kent u iedereen? Er zijn natuurlijk nu meer Meessenaars bijgekomen dan een aantal jaren geleden, maar ik ken er nogal wat voor. Misschien hier en daar nieuwe mensen die juist bijgekomen zijn dat ik nog moet leren kennen, of kleinere kinderen dat ik niet altijd weet van wie dat de papa of de mama juist is, maar ik ken toch wel veel mensen, ja. Ja, dat is ongelooflijk. Meessen heeft een grondige innovatie achter de rug. U zegt er zelf over, ja, Meessen is een parel die we weer hebben doen glanzen. Ja, dat klopt. Daar bent u trots op. Ja, wel. Ik denk dat ook Meessen een metamorfose heeft ondergaan. Wij hebben dus keihard op ingezet voor de toeristen aan te lokken. Wij hebben een hele volledig nieuwe dorpskar gerealiseerd. Maar wij hebben nu ook ingezet om jonge mensen aan te trekken. En eigenlijk zijn we daar wel fier op. Bij de vorige verkiezingen zijn wij van 900 inwoners nu naar 1050 gekomen. Dus wij trekken eigenlijk wel veel jonge mensen aan met betaalbare woningen, betaalbare gronden. Wij hebben ook gezorgd voor onze senioren dat ze zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en met een collectief autonoom dagcentrum kunnen realiseren in samenwerking met Solidariteit voor het Gezin. En eigenlijk zijn we nu ook bezig met een manoeuvre te doen om eigenlijk ook minstanders naar Meessen te lokken. Dat is misschien nog iets waar we moeten aan werken, maar wij gaan eigenlijk een serieus voorstel doen om eigenlijk ook mensen te lokken naar Meessen, want Meessen is een zeer leefbare stad en mensen zijn ook allemaal zeer collegiaal en willen eigenlijk allemaal samen wel gaan voor Meessen. En ik denk dat wij dat gezamenlijk kunnen doen en dat is een van de items dat ik ga promoten ook voor de volgende verkiezingen. Wat wel een doorn in het oog moet zijn van u als liberale burgemeester, is dat Meessen tot de koplopers behoort wat gemeentebelasting betreft. 9%, dat is veel. Ja, dat klopt. Maar natuurlijk, je moet ook weten dat wij als kleinste stad van het land het minste middelen krijgen. Mochten we even goed bedeeld worden zoals andere gemeenten en grotere gemeenten op procentueel vlak, dan zouden we deze belasting kunnen laten dalen. Ik geef u daarbij een klein voorbeeldje. Als wij bijvoorbeeld uit het gemeentefonds geld krijgen, kan dat per jaar schommelen tussen de 50.000 en 100.000 euro dat wij minder krijgen, omdat wij bijvoorbeeld één kans hadden, kind minder geboren hebben in onze stad.
Op een begroting van 1 miljoen euro telt dat natuurlijk heel veel. Mocht de overheid evenveel aandacht schenken of naar de grotere gemeenten, of eigenlijk ook rekening houden met de kleine gemeenten, zouden we dit kunnen laten dalen. En langs de andere kant speel ik dan de bal terug. Met 9% personenbelasting moet je ook wel zien wat we in de laatste 15 jaar gerealiseerd hebben voor onze inwoners. Wat er allemaal bijgekomen is van infrastructuur. Wij zijn ook een zeer klantvriendelijke gemeente, waarbij dat de mensen zo lang mogelijk of zoveel mogelijk kunnen rekenen op ons. En de, ja, daar wil ik toch even op inpikken, burgemeester. Als er dan al wat klachten zijn over van uw inwoners, dan is het toch wel dat ze voor veel zaken echt naar de stad moeten, naar Ieper moeten. Dat er nog weinig winkels en voorzieningen zijn in Meessen zelf. Dus dat de mensen nogal vlug de auto moeten nemen voor iets grotere inkopen. Dat is natuurlijk iets waar meerdere kleinere gemeenten en steden mee kampen. Kunt u daar iets aan doen? Wel, ik denk het wel. Dus ik zal voorstellen formuleren naar mijn partij. Om eigenlijk de middenstand naar Meessen te lokken en eigenlijk te kijken of dat we bijvoorbeeld jonge mensen kunnen aantrekken en eigenlijk fiscale voordelen geven de eerste jaren dat zij starten, zodat we daar een handje kunnen toesteken. Maar langs de andere kant moet je dan ook wel zien dat we bijvoorbeeld eigenlijk maar 10 minuutjes van Ieper wonen, dat we 20 minuutjes van Kortrijk zijn, 30 minuutjes van Rijssel, de vierde grootste stad van Frankrijk. Dus wij gaan een combinatie moeten doen en zorgen dat we zoveel mogelijk mensen kunnen lokken naar Meessen, maar een goede beenhouwer, een goede bakker, een goede frituur, noem maar op, dat zijn mensen die hartelijk welkom zijn. En ik ben er rots van overtuigd dat deze mensen hun brood gaan kunnen verdienen in de Meessen. Want wij hebben een behoeftestudie gemaakt waarbij dat er eigenlijk uit de nabijgeburen gemeenten eigenlijk ook wel nood is om iets centraal te laten doen in Meessen. En dat is een van de items dat ik wil aansnijden om eigenlijk jonge middenstanders te motiveren om naar ons te komen, bij ons te komen. En ik ben er van rots van overtuigd dat dit zal lukken, mochten zij dit willen doen. Ja, en dan nog iets waar er wel wat klachten over zijn, is dat er amper openbaar vervoer is in Meessen. Dat is ook wel een stuk beter zou kunnen. Maar ja, ik vrees dat u daar ook weinig kunt aan veranderen wellicht. Ik kan daar natuurlijk heel weinig aan veranderen. Wij zijn bezig samen met de collega's van het Westhoek-overleg. Dus alle burgemeesters zijn daar mee geconfronteerd. Ik denk dus dat... lobbyen dan, burgemeester. Lobbyen om meer openbaar vervoer te krijgen. Ja, dat klopt. Het zal een lobbywerk worden. Maar ik wil niet voorliegen. Ik wil ook de mensen geen slechte voornemens voorbrengen. Want geloof mij, men denkt soms in Brussel dat maar Brussel, Antwerpen, Gent, Hasselt de grootsteden zijn en dat wij eigenlijk als kleine gemeente dat niet geen openbaar vervoer nodig hebben. De nood is er ook bij ons, maar natuurlijk moeten we misschien eens die ministers kunnen overtuigen en dat zullen we moeten doen met het Westhoek-overleg en eigenlijk lobbyen, maar het zal geen gemakkelijke klus worden. Tot slot, burgemeester, gaan we u ook een paar vragen voorleggen. Het zijn eigenlijk zinnetjes die u moet aanvullen en afmaken. Ja. U krijgt daar een minuut voor en u mag daarvoor op de witte stip gaan staan. En dan lig zo, ja, inderdaad, een klein beetje draaien naar de camera, omhoog kijken, recht in mijn ogen kijken. En dan mogen we de klok in beeld krijgen. Dat is een klok die aftelt, 1 minuutje. En we zijn nu gestart. Geïnterviewd worden is... Oh, eigenlijk kan u nu gedag zijn en eigenlijk u zelf promoten. Als kind was ik... Een speelvogel, maar altijd attent voor andere mensen. Op een receptie drink ik nu altijd... Water. Als ik mijn lint aandoe, dan voel ik mij... Een echte burgervader voor Hans Meessen. Als iemand mij aanklampt op straat, dan... Dan probeer ik altijd te zorgen dat ik kan een antwoord formuleren en de diensten in orde brengen om de mensen hun idee te kunnen geven. Ik placeer wel eens een dansje als... Als ik overgelukkig ben. Het stomste wat ik ooit tegen iemand zei was... Dat zal ik niet zeggen, ik was er beschaamd voor. Op een vakantiedag doe ik het liefst... Luieren, boeken lezen en wandelen. En mijn slechtste gewoonte is? Die zijn allemaal afgeleerd. Geen slechte gewoonte meer, burgemeester? Geen slechte gewoonte meer. Zijn allemaal afgeleerd. Ongelooflijk. Volhouden, zo zou ik zeggen. Dank u wel. U hebt de test hier in onze glazen stembokaal goed doorstaan. Bedankt, burgemeester. Ja, dag.